Bij Euromobiel is voor kampeerseizoen 2019 de Integra-lijn vernieuwd. Zoals we die al in onze zomerserie hebben laten zien. Maar na die nieuwe integraal camper heeft ook de half integraal Profilia T een upgrade gehad. En hij heeft een hele nieuwe achterwand gekregen. Strak en met nieuwe dynamische richtingaanwijzers, die er zo lekker flashy uitzien. Bijzonder is dat je bij Euromobiel alle indelingen in zowel de integraal als half integraal versie kunt bestellen. Bij de half integraal zie je dan nog de snuit van die Ducato en bij de integraal versie is de cabine en woonruimte één geheel. Meer ruimte dus en nog beter geïsoleerd. Dat is handig als je ermee naar de wintersport zou willen, maar dat kan natuurlijk ook met die half integraal. Nog een voordeel is dat ze allemaal een dubbele bodem hebben. Dat heeft drie voordelen. 1. Je kunt er massa's vakantiespullen in kwijt. 2. Met die dubbele bodem heb je binnen van voor tot achter een vlakke vloer zonder opstapjes. En er valt dus nergens meer over te struikelen. En 3. Het is fijn in de winter, want die dubbele bodem is verwarmd. Nooit meer koude voeten. En dan hebben we ook nog bij model 675 SB een bijzondere camper met een Frans bed. Zoals we dat gewend zijn van de caravans. En er zijn niet heel veel andere camperbouwers die zo'n indeling hebben. Als je hier naartoe komt, even binnenkijken.